Hello everybody. Exactly 1 year ago I flew to Friedrichshafen with my RV7 that I just finished building. The reason was that UL Power invited me, or actually my airplane, to their booth at the Aero Expo. Because Papa Hotel Mike November X-Ray was the first RV7 in Europe with a UL Power engine instead of a Lycoming engine. The links to those videos are in the description below. The weekend before the expo, I set up my plane into the UL Power booth and thought that I could use the rest of the week to just wandering around the expo and only occasionally check in at the UL Power booth. Turned out that there were many builders with specific questions on the modifications that I made to the RV7 to install the UL Power engine. While discussing details with other builders and several UL Power technicians, I received a lot of feedback with which I could improve my installation. The last year I carried out most of these improvements. Again, check out the description below for the links to the videos. However, there was one particular question which I didn't get a satisfactory answer to. The UL Power engine is a full FADEC controlled engine, which includes automatic mixture control. The ECU of the UL Power engine measures the air pressure and determines the correct fuel to air ratio. When climbing to higher altitudes, you need to lean the mixture because of a less dense air. The fuel map in the UL Power ECU is a three-dimensional map which links power, pressure and RPMs. This enables the ECU to provide the correct fuel to air ratio automatically to the injection system of the engine. So it was my conclusion that I had to connect the ECU connector for air pressure to the static air tube. In the RV7, this provides a stable ambient air pressure source that is not susceptible to speed, throttle position, or slips. However, I could imagine that you could also pick up the pressure at the air filter, because it might vary from the static due to ram air from the air inlets. A fellow builder in the Netherlands, who built a Cherry with a UL Power engine, connected his ECU to the custom air box that he created just before the air filter. This makes it not only altitude dependent, but also takes speed into account. That is to say, the pressure might increase slightly when going faster. Another possible location is just after the air filter, because the air filter could be seen as a small air pressure resistor. Some people in Friedrichshafen claim that the ideal location would be at the end of the air hose, just before the throttle body. This location would not only take altitude and speed into account, but also the throttle position. This could also be a disadvantage, because the pressure fluctuations due to the cylinder and valve interactions might make it unstable. Together with the experts in the UL Power booth, we discussed the possibility to test the various locations to measure air pressure and analyze the engine's behavior. We decided that the engineers of UL Power would visit me and we would jointly modify the air intake of my RV7 by adding air pressure measurements and log the results during flight. But first I had to implement all the improvements because I needed a custom airbox to enable these kinds of tests. Due to both busy agendas and weather conditions, the research was rescheduled several times, but begin of April this year, we got everything aligned and the weather gods were merciful to us. So Jacob of UL Power drove all the way from Belgium to our lovely airfield in Teuge in the Netherlands at a god-awful early time, and we start making the conversions. While Jacob is installing the UL Power AUX box, which is a generic sensor interface, I worked on the cable to connect the AUX box to the ECU. Because I didn't want to make extra holes into my firewall, I removed an air tube that I didn't use yet, because I reserved it for this exact application. Jacob also installed a new throttle position sensor, which is part of the latest UL Power service bulletin. My throttle position sensor was okay, but apparently the wiring within the throttle position sensor can be damaged if you apply too much force to it. So we decided to proactively change the throttle position sensor. With the AUX box installed and connected to the ECU, we can start installing the air pressure sensor board and the tubes to the various locations in the air intake.
In total, we have 6 air pressure locations for measurements during the flight. The static air on the ECU itself is already installed and is currently used. The air pressure just under the cowl, connected to the aux box itself, which has a built-in pressure sensor. And the 4 locations connected to the sensor board, which is in turn connected to the aux box. The first location is just before the air filter in my custom air box. The second location is just after the air filter in the hose from the filter to the throttle body. The next is halfway that hose. And the last one is just before the throttle body. With all the modifications made, we tested the installation by hooking up the laptop to the ECU. Everything looks great, so time to get up in the sky and check what we can see. During flight, we keep the laptop connected and log all the air pressure measurements. We kept talking during the various maneuvers in order to use the cockpit audio as a sync of what actions we performed relative to the logged measurements. So if we slow down, speed up, climb, steep turns, all these actions are verbally logged onto the cockpit audio to have a reference with the pressure logs. I don't know the result yet, as Jacob is analyzing them back in Belgium, but we immediately saw the influence of speed and throttle position, which affects some measurement locations much more than others. So I'm really interested in the final results. I hope we can come to a conclusion about the best location for measuring air pressure and connect it to the ECU. In the near future, I will remove all the modifications that we made, reinstall the air tube through the firewall and connect it to the best location according to our tests. The remainder of this video is the flight, and although I normally put this part on fast forward, I decided this time to show the interesting parts at normal speed. You can skip it if you don't like it. Okay, continuing flying my Pi in the sky. Wij samen. Hij staat nu op ground. Oké, en ADSC komt op de flight. Ja, ik hoor jou goed. Hoor je mij ook goed? Ja, ik hoor je goed. Ja, okay. Prima. Hoe gaat die? Is het haalbaar voor jou, denk je? Is het haalbaar voor jou? Ik denk het wel. Over 12 moet ik nog mijn instelling veranderen dat ik mijn laptop kan dichtklappen. Zonder. Ik zit er met een camera. Even kijken wat ik kan doen. Ik kan wel even daar. Dat er iets gebeurt van, exact. Ja, nee, maakt niet uit hoor. Ik probeer even langs heen te werken. Oké. Ik ben even aan het kijken hoe dat ik. Als je laptop toeklapt, dat die harder werkt. Ja. Ja, dat moet je natuurlijk wel zeker weten, anders is het een beetje zonde. Hè. Ik ga vast even roepen naar de toren. Turk Radio, Papa Hotel Mike, November X-ray, goedemiddag. November X, good afternoon. RV7 2PUB, captain's name is Heymans. A 1 hour local flight, request aerodrome information. November 08. 08, Papa Hotel Mike, November X-ray. Ik kan iets proberen, de laptop doet ik. Ik zie dat die ja, is goed. Loopt. Ja, kijk maar eventjes. Ja, makkelijker te zien. De temperatuur is toch nog vrij laag, olietemperatuur. Dus ik doe toch nog rustig aan en zo. Dus we hebben nog tijd, laat ik het maar zo zeggen. Hopen leek het te werken. Oké. Okay. Gaat hij niet in een of andere slaapstand staan, denk je? Ik denk het niet. Ik heb het nu geprobeerd voor. Half minuutje, ik heb het langer geprobeerd. Het zou misschien wel makkelijker zijn om het om. Moet iets dichter bij je monden, denk ik. Ja, oké. Okay. Beter zo? Ja, dat is prima. Ik weet niet wat de jongens daar staan te doen. Ik heb een beetje aarzelen ook of ik erbij ga staan. De meestal doen ja, sommige jongens dat ik de run heb. Daar links. Ik bijna zover. Anders ga ik er omheen proberen te gaan. Ja, nog een minuutje of twee. Ja, oké, okay, wacht even, dankjewel. Ja, dan ga ik er voorbij. Ik denk dat ik er dan even voorbij ga. Ja, geldt gelijk. Dag Radio, Delta Hotel November is approaching Sierra from the south, 1 minute. Delta Echo Fox Hotel November, roger, runway 08, right hand circuit. We hebben een korte run-up. Delta Hotel November.
De temperatuur is goed. Nou, het valt bijna niks hier, dat is... Twee. Perfect. Dat is ook goed allemaal. Best drie toeren. Nou, het zit op prima zo. Even kijken of er wat aankomt nog. Nou, ik zie niks op de... De partner van mij, ik zei, is goed als ik hier even mijn run-up doe. Zien jullie dat oké? Okay? November X, als het niet te lang duurt, wel, Janne. Nee, een minuutje. Als de andere patronage nog niet achter me staat, ga ik even hier snel doen. Is goed zo. Papa November X, lining up 08. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Oké, dan zet ik onder goed. Nou. Oké, dan gaan wij. Oh, dat was niet spijtig, maar goed. Ja, ik had 2800 toeren mooi van de rond. Ja, dus ik zit nu op de climbstand, zeg maar, eigenlijk, hè? Ja, ja. En ik heb niet een tol manifold, ik heb 28 inch. Ga even een stukje stijgen. Oh, wat klemt die snel. Snap maar, ik zal je liever in de circuit. Oké, nou dat was de take-off. Ik zit nu, dit is eigenlijk mijn standaard cruise instelling, zeg maar. 22, eigenlijk iets minder, 22 manifold. 22 manifold, 2600. En dan zit ik op 2600 toeren, 31 ja. liter per uur, ja. Ja, en die 2600 die is dus geregeld door hem, zeg maar. Hè? Dat is gewoon de standaard cruise, standaard, zeg maar. Ja. Dus als ik efficiënter wil, dan moet ik hem eigenlijk op manual zetten en dan kan ik hier nog zelf de platte invalshoek bepalen. Maar meestal laat hij die hoog staan of zo. Ja, 600 cruise, ja. Maar ja, wat ik dus in jullie grafiekjes zie, eigenlijk is 2400 zeg maar. Dus hij zit eigenlijk 200 toeren te hard, zeg maar. Maar ja, oké. Okay. Dan gaan we weg. Ja, 2400, 2600, dat is zo wat de bit van cruise. Dus, ja. Ik zal even kijken hier wat we hier zien. Delta. Ja, daar zit het al een klein beetje wat verschil in. We gaan dus van 900 millibar tot 881. Dat is net aan de hasklep hebben we toch een 20 millibar minder. Ja. Ja. Kijk dan wat de ECU ziet. ECU ziet 895, ja, hè? Ja, ja. En net voor de hasklep 20 millibar minder, dus inderdaad. Dat is tegen, net voor de hasklep. Ja. Oh ja. Ja, ja. Dus een kleine onderdruk, net voor de hasklep. Ja. Ja. Ja, interessant. Ja, moeten we eens een steep turn maken of zo, dat jij zegt? Ja, of gewoon iets bochten. Van een beetje bocht. Ja. Ja, is goed. Ik zal een beetje rustig aan doen. Even kijken of ja, wat de invloed is. Ik doe eerst even gewoon een half rondje om te kijken of er niks aankomt. Kijk wat er achter me zit. Ah, er zit niks achter mij. Oké, dan ga ik een bochtje trekken. Ik zal het rustig aan doen hoor. Ik zal het niet direct maken. Dit niet erg voor je? Nee. Ik wil hier op het scherm een nieuwe logging maken, ja. Die 20 millibar blijft. Kijk, en op P1 en een andere buis. Tot 30 bijna. Interessant. Als het goed is, is dat door kantoor ingeschoten. Dank u wel. Nou, het blijft zo'n 20 millibar verschil hè, tussen de gasklep en de... Ja, het blijft perfect op 20. Nou. Dus... Ja, kan ik dalen? Ja, ik ben er klaar voor. Nou, dan ga ik mijn laptop zo nemen, dan is het dus makkelijker voor u.
Ja, even kijken of er niks onder me zit natuurlijk, maar dan ga ik hem even naar beneden gooien. Ik zal ietsjes drukken, anders dan gaat hij wel erg hard. Voordat je weet zit je op de 180, 190 knoop per, dat is wel een beetje flink. Als je het onprettig vindt moet je het zeggen, hè? Nee. Ik daal best wel hard nu, ik daal met 2000 voet per minuut, dus dat is best wel, wel flink. Ja, 2600 toeren, ja, goede temperatuur, 80 graden, dus perfect. Ja, ik heb ook de inlaattemperatuur meten tegenwoordig. En dat is deze hier, die oud, is dat geloof ik. Even kijken, hoe zit die? Oh, de oud staat hier, die 13 graden. Dus dat is de lucht die in het inlaatspruitje komt, zeg maar. Oh, in de airbox. Ja, in de airbox. Oh. Ja. Nee, dat ga ik verder. Nee, dat is echt de temperatuur in de... In de manifold. Okay. Aan de voorkant van de manifold, zeg maar. Okay. Dat is die mee. Die pakt dus 13. En dat was eerst iets van 40 graden, zeg maar, weet je wel. Die was een graad of 20, 25. Ja. Kijk, die zie ik hier ook. 16 graden. Ja. 15, 16 graden, dat is echt perfect. Ja. Dus de ISA-condities en ik. Hier had u het volle vermogen. Ja, het vermogen van de motor getest op de bank is dus bij ISA-condities. Ja. Dus 1013 millibar en 15 graden Celsius. Oké. Okay. Dus zullen we even een keer flink laten omhoog gaan weer? Is dat goed? Ja, dat is goed. Dan gaat ze maar. Dus Oh ja, doe maar rustig aan, doe maar rustig aan. Dat is geen probleem. Ik zal even Oké. Bestand opslaan. Ja. Ik draai een beetje bocht, want daar is een CTR, dan moet ik even niet in de buurt komen. Ik draai heel langzaam op bocht. Oké, ja? Dit is goed. Gooi ik weer even wat power tegenaan. Zet ik hem op climb. Dan gaat hij naar 2800. Ja, daar hoort het goed al stijgen. Dan gaan we gewoon even flink stijgen. Ja, en hoeveel klimmen we, Marcel? Nu klimmen we met 2700, maar dat kan ik niet volhouden hoor. Ja. Nu, dit is ongeveer 2000. Misschien dat ik het net vol kan houden op meer manifold geef. Nu zit ik bijna op full trottel. Nu zit ik full trottel, maar stop maar 26. Stop maar 26 ja. Eigenlijk, hè? 26, ja. Ja, we zitten hier op 912 millibar inderdaad. 4,13 volt trottel, ja. Oké. Okay. We kunnen altijd 4,4 gaan normaal. Oh, verder kan ik niet dan dit. Misschien moet ik de kabel nog iets strakker trekken dan. Oké. Okay. Moet hij het allemaal goed opnemen denk je? Ja, dat is perfect. Oké, okay, cool. Kijk, we zitten nu al met een verstel van 40 door de climb. Oh, dan zal ik dus, dan level ik even uit, even kijken als ik de throttle even flink terugtrek, kijk of dat een verschil maakt hier. Dus nu hebben we gewoon level flight, zeg maar, hè, dan kan ik. Ja. Hij zit nog steeds 40, hè? Ja, dan trek ik hem in één keer behoorlijk wat dicht, terug naar cruise snelheid, zeg maar. Ja, trek je maar terug naar cruise. Dit is ongeveer cruise. Ja, en dan zitten we op 20 verstel. Ja, dus dat maakt echt heel veel uit, hè? Inderdaad, ja. Ja, dus hoe ver je de trottel open gooit, dat heeft effect op de drukverschil tussen die twee, zeg maar. Ja, dat kun je echt. Het is een soort onderdruk, zo te zeggen. Ja. Dat is een effect. Het zou nog kunnen zijn, theoretisch, dat ik misschien niet überhaupt niet genoeg druk heb, hè. Dat ik eigenlijk... wat is hier ook alweer? De 3 is dat, geloof ik, hè? De 3 is... Dat is vlakbij de... Dat is voor de airfilter. Ja, dat is in de buis zit eigenlijk een overdruk, zie je dat? Dat is een overdruk. Dat is inderdaad, bij de airfilter, dat is in die box. Eigenlijk de druk in de rembox, zeg maar. Ja, dat is maar heel weinig overdruk. Ja, heel klein beetje meer dan statisch. Ja. Niet veel. Nee, precies.
En dan deze zich dan een stuk minder inderdaad. Ja. En als ik dan dus, als ik zal nog een keer het gas flink opengooien. Kijk wat je, als ik, kan ik het doen weer? Ja, dat kan ik wel doen denk ik. Moet ik hem nog even gas geven weer? Ja. Hier zit ik op 26. Ja, kijk, daar had hij. Dat zakt hij, hè? Ja, dat zakt inderdaad. Maar 30 eronder. Terug 30 en dan gaan we, als u het gas terugtrekt, gaan we terug naar 20%. Dan gaan we terug naar weer, dus je terug naar cruise ongeveer. Ja, kijk, dat dan... Ja, oh, dat zit even wel effect. Niet indrukwekkend, maar toch duidelijk merkbaar. En de andere, hoe doen de, als je de andere zou bekijken, van die PXP of zo, zeg maar? Jawel, dus de andere, dus moet ik zeggen, als we dus gewoon aan de firewall laten zijn, is dat tussen de twee. Ja. Ja, dat is zo wat gemiddelde. Ja. Even kijken als ik sneller dat hoger maak. Kijk, wat? Je ziet echt hoe verder van de buis, hoe lager de druk. Ja. Hoe groter de onderdruk. Ja. Maar hij is wel vrij constant. Hij lijkt constant. Dat zijn de snelheid, de meetsnelheid niet hoog is, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe vaak die sample op die auto is. Van de November X-ray met 2 POB voor 4. Elke 10 milliseconden is dat. Dus ja, dat is wel heel snel. Ja. Zal ik eens kijken als ik nog een keer daal, of er dan een verschil zit bij, dan komt misschien, wat is hier deze druk hoger? Dit drukverschil is nu 4. Ja. Als ik daal, dan misschien dan meer, ik zal eens kijken wat er dan gebeurt. Zal ik er de snelheid op laten lopen? Dan gaan we naar de verschil van 10 ongeveer. 160 knopen zit ik. Ja, dan komt hij bijna gelijk. dan zetten we bijna gelijk. Ja. Maar deze gaat dan toch wel... Die zetten we wel heel goed. Dus heel erg hoog, hè? Dus, ja. Dus die is wel heel gevoelig voor airspeed, zeg maar. Ja, hij duurt echt. Dus nu zie je mooi het effect. Dus dit is de rampbox, waar die luchtfilter zit. Ja. En hij duwt echt de lucht daarin. Ja. Dus als hij daalt, wordt de lucht erin gedrukt. Dan krijg je een klein overdruk, waardoor dat de druk bij de gasklep gelijk komt aan de zetdruk. Ja. Maar ja, want toen ik dook net, toen had ik niet vol troppel. Ja. Omdat ik niet weet wat dat kan ik wel eens proberen dan. Dan moet ik hem misschien even een beetje dimmen. En niet zo, anders heb ik veel te snel, hele hoge snelheid denk ik. Ik trek even iets naar beneden met mijn snelheid. Een beetje omhoog. Dan ga ik even kort full koppelen naar recht naar beneden. Kijk wat dan dit verschil wordt, oké? Oeh. Ja, dan zitten we terug verder uit elkaar. Kijk. Ziet echt het effect van... Van het tweede effect van de motor ook. Ja, ik trek hem nu wel langzaam recht, want anders gaat hij wel heel erg over de... Kom ik in de buurt van gevaarlijke snelheden. Zal er eerst even de lofpijl opslaan? Ja. Nou, wel interessante effecten volgens mij op dit moment. Ja. Kijk, even niks aan de hand, dus hier lijkt alles vrij. Kijk, want nu zit de druk overal gelijk, min of meer. Oké. Maar ik heb ook een lage snelheid nu op dit moment. Nu is het bijna normaal, maar... Ik stap cruise. Ja, dat is goed allemaal. Oké, dan ga ik een bocht over rechts doen. Ja, komt die aan. Dan zetten we hier op een, 20, 24 millibar verschil. Ja, dat is aan 20. Bij een rechtse bocht. Ja, dit is wel een extreme scherpe bocht dit hoor. Maar oké. Okay. Je kunt zien op de grond hè, dat de vleugel er bijna niet weggaat van de grond. Maar dat is dus wel een flinke bocht maar dit. Oké. En dan over links? Ja, nu eens over links. Dus nu gaan we... Oké, dan ga ik... Gestabiliseerd. Dan zitten we eigenlijk met 10 millibar verschil gestabiliseerd. En naar links. Ja, dan gaan we terug naar een 20 millibar verschil. Oh ja, 15 millibar verschil. 874 tegen 810. Oké. Ja. En kijk, nu stabiliseert hij terug mooi naar 890.
De olietemperatuur is perfect, 80 graden. Ja, die is mooi, hè? Ja, die komt er niet boven zelfs. Nee. Nee, die is echt goed. De CRT's zijn rond de 70 graden. Ja, 75. Ja, ik heb nog wat stukken gedaald. En de EGT's zijn rond de 700. Ja, het is vandaag gezien 710, 740 staan ze tussenin. Ik begreep van Jonathan dat het eigenlijk wat laag is. Meestal moet je eigenlijk 790 hebben of zo, ja, 725. 750, 800. Ja. Maar het kan ook dat er een airflow is rond de sensoren. Dat zou kunnen, ja. Die is ook gedacht kunnen afheven. 9117 kilo. Zeug radio, Papa Hotel Mike, nog aan mijn X-ray, overhead, Buslo, approaching Sierra. Papa Hotel Mike, X-ray, Roger, Rami 08, right hand, circuit. 08, right hand, Papa Hotel Mike, X-ray. Ook in een naam toe, nee toch? Zeug, de November 7 kilo's over Sierra now. Roger. Beetje rustig aan, ik weet niet hoe hard die gaat. Maar als het zo'n trage bak is, dan moet ik even een beetje uitkijken dat ik niet echt er dicht op zit, zeg maar. Ik denk dat hij niet zo snel is als uw toestel. November 7 kilo, number 1 inside. Right. Ook ietsjes afstand. Delta joining downwind 08 right there. Golf Delta. Papa November X-ray, over het Sierra. Roger. Die vliegt verder hoor. Je moet dat ook wel. November 7 kilo is turning downwind. Full stop op de 08. Roger. Papa November X-ray, 2PV, 1-5-minute local. 2PV, Roger. Waar is de airport? Recht voor ons eigenlijk, we gaan er nu recht op af. Oh. Daar die iets verderop, daar die ja. En dus we gaan een left hand circuit, zeg maar. Plus 2. Ja, oh ja, dat is zeker. Control Delta, turning final 08, de Chinko. Kijken, downwind joinen. And 7 kilo is based, number 1 inside. 7 kilo, Roger. Papa November joining downwind, 08, full stop. Roger. Hoor je wat flaps naar beneden? Fox op Hotel, Golf Bravo Delta. Golf Bravo Delta, goedemiddag. Golf Bravo Delta is in front of EDEC for local VFR flight. There's two persons on board. My name is Van Voorthuizen. Request the aerodrome info. Meneer Van Voorthuizen, ook weer goedemiddag, runway 08. Runway 08, dankjewel, Golf Bravo Delta. Pakt hem wel heel ruim die jongen, maar goed. Ja. Wie is niet zo groot eigenlijk? Ah, hij gaat snel gelukkig, kan er achter blijven. November X-ray, turning final 08, full stop. Check.
Oh, is dat in met... Nee, nauwelijks. Pas als je de papa leiding hebt, zo heet. Nou, oh, die had ik niet, denk ik. Of wel? Oh, die had ik wel, ja. Hij zit aan die wielshimmy. Voel je dat? Bij een bepaalde snelheid? Ja, ja, ja. Bij een bepaalde snelheid is die aan het wielshimmy, zeg maar. Daar kan ik weinig aan doen, eigenlijk. Beam Buslow, approaching Sierra, request aerodrome information. Runway vacated, tap van de X-ray. Hij draait wel zeer soepel, denk ik. Ik denk dat de prop toch wel redelijk in balans, hè? Ja. Even op hem wacht daar, die jongen. Dat is een elektrische, zeg maar. Ja, een pipistrel. Ja, pipistrel, ja. Ja. Zet hem op 1. Kan ik op standby zetten. Nou. Ik denk dat we behoorlijk wat goede informatie hebben. Ja, ja. Wat ik zo ervan kan zien als, laten we zeggen, volledig niet gestudeerde jongen, zeg maar. Vond er goed uitzien. Ik denk dat hij er zeker verder mee kan. We zullen verder moeten kijken in de loftfase. We hebben een heleboel data te onderzoeken nu. Ja. Maar ik denk dat we toch wel enkele goede conclusies kunnen trekken. Zeker wat we nu gezien tijdens deze vlucht. Ja. Nou, de ECU die geeft, of de regulator geeft 13,9 volt. Als ik hem vol gas heb, of boven de zoveel toeren, dan geeft hij 14,1 volt ongeveer, zeg maar. Alles is stabiel, ook, dat is ook afhankelijk van uw batterij, dus... Oké. Even kijken, ik ga de shutdown doen. Oké. Kijk, laat ik eerst maar... Ja, die eigen shutdown heel makkelijk, want ik heb gewoon 6 knopjes gemaakt. Meer niet. En die is gewoon klik, klik, klik aan, klik, klik, klik uit. Maar net niet helemaal, ik kan deze uitzetten. Ja. Dit ligt aan de MGL dan? MGL die geeft als foutcode 9001 terug. Als er geen contact meer is met de ECU. Okay. En dan gaat hij natuurlijk over de zijk, want dan denk je, 9000. Oei, het is op 20 hoog. Maar dat is alleen maar hij en eigenlijk is dat gewoon een foutcode, zeg maar. Ja, verstaak. Oké. Okay. Nou, praat de vlucht. Niet goed, hè? Ja? Yeah. Met je hoofd. Ideaal weer ook. Ja, het is super weer. Maar ja, we hebben een paar keer eerder geprobeerd, maar ja, dat was helemaal niet te doen, maar met het weer. Ja, dan heb ik geprobeerd te komen, maar toen was het aan de sneeuw de laatste keer. Ja.